Ja. En hang je wel eens iets aan de grote klok? Of, Altijd. Iedere week opnieuw. Waarom staan wij in weer en wind in de Petersbasiliek boven in de toren? Vandaag 11 maart is de verjaardag van Jos Kooijmans, een van de oprichters van Goldenering. En zoals veel mensen denk ik al wel gehoord hebben, een maandje geleden ongeveer kwam het trieste nieuws dat Jos Kooijmans helaas de ziekte, spierziekte ALS schijnt te hebben. En blijkt te hebben. Ja. Ja. En dus dat Goldenering zal moeten stoppen. Of ja, de Iering wil niet verder zonder Jos en dat snap ik ook wel. Dus ja. Vandaag wilden we hem op zoveel mogelijk plaatsen door Nederland en België. Willen we de Goldenering eren door op zoveel mogelijk plaatsen tegelijk Reda Loof te draaien. En ja, wellicht ook heel erg leuk om hier dus in de toren ook met de klok. Want je bent een fan van het eerste uur? Of? Ik ben zo'n 30 jaar fan van de Iering, ja. Ja, en hoe is dat gekomen? Hoe is dat gekomen? Ja, eigenlijk toen ik een plaat van Ons Papa's Mam een keer draaide. Met een heel mooi nummer, Just a Little Bit of Peace in My Heart. En die stem van Jos vond ik gewoon echt super mooi. Ja. En toen ben ik vrij snel daarna, kwamen ze een keer in de buurt optreden. En ben ik daar naartoe gegaan. Toen was sinds je heel veel. Ja. Tommy, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, ja. En een jaar na dato, vorig jaar heb je het Brahms coronalied gespeeld. Klopt, ja. Hij staat ook al een beetje bekend al als een beetje een bejaardier die nergens voor terug deinst. En vandaag ga je Radar Love doen, onder andere. Inderdaad, ja. En hoe is dat gekomen? Hoe ben je erop gekomen? Eigenlijk kwam dat verzoek van Maaike van Giersbergen als fan van de Golden Earring. Het is vandaag de verjaardag van Jos Kooijmans en zoals we weten kan hij niet meer optreden met de Golden Earring. En er is eigenlijk een landelijk initiatief vanuit de fanclub van de Golden Earring gestart om 16:45 Radar Love te draaien. Nou, daar doen radiostations aan mee en ook heel veel bejaardiers. En ja, dan kan ik niet achterblijven natuurlijk. En dan bel je Tommy op en zeg je, hey Tommy, luister eens. Nee, ik heb hem eigenlijk gegoogeld. Ja, en toen heb ik een berichtje gestuurd, volgens mij via Messenger of via e-mail, ik weet het al niet meer, zoiets. Ja, en hij reageerde meteen heel enthousiast. Ja, hartstikke leuk. Zou je eens iets uit kunnen leggen van hoe ding nou eigenlijk werkt? Wat we hier dus zien is het stokkenklavier. En iedere stok die zit verbonden met een klok, met de klepel van een klok. Dus hierboven hangt een reeks klokken, onder mij hangt een reeks grotere klokken. Er hangen allemaal klepels in en die klepels zitten met draden verbonden aan deze toets. Dus als ik zo'n toets naar beneden doe, dan horen we een klok. En misschien kun je het al een beetje zien, de toetsen zitten zo gerangschikt, eigenlijk zoals bij een piano. Dus dit zouden dan de witte toetsen zijn en dit de zwarte. Dus zo kun je eigenlijk akkoorden, tonen, alles, melodieën, begeleidingen, je kunt er van alles mee doen. En onder zitten de bassen? Onder zitten de basklokken inderdaad. Die zijn, dat zijn de hele grote. Dat zijn de grote klokken en die klepels die zijn zwaar, dus die zijn te zwaar om met de hand te doen. Dus dat kun je met de voeten doen. En plus, ook een bijkomend voordeel is dat je met handen en voeten tegelijk kunt spelen, waardoor je dus jezelf kunt begeleiden terwijl je met de handen iets anders doet. Ja. En hang je wel eens iets aan de grote klok? Of? Altijd. Iedere week opnieuw. Dus die klinkt heel ouderwets, denk ik. Mensen, nou zit zo'n oude man hoog in die toren. Ja. Allemaal liedjes Ave Maria te spelen, maar jij doet wel vaker deze dingen. Er hangt misschien een beetje een oudbolligheid omheen, ja. Ik vind dat zelf niet. Maar inderdaad, wat je zegt, dat wordt wel zo ervaren. En ja, dat is eigenlijk niet terecht, proberen wij ook op deze manier aan te tonen. Ja, ja. Want jij bent ook een vlotte jongeman natuurlijk. Zo is dat. Ja, ik vind het wel spannend en ik vind het ook heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt via zo'n klokkenspel, moet ik zeggen. Via zo'n klokkentoren. Nou, we zijn benieuwd en veel succes. Ja, dankjewel.